Yo beste kijkers van de Cool Eagle Channel, vandaag weer een gloednieuwe video. In vandaag natuurlijk van Mytopia. In vandaag ga ik jullie eindelijk vertellen waar het potje voor bestemd gaat zijn. Want we hadden het natuurlijk over een potje. Maar dat potje, daar gaan we elke week een speler blij mee maken. In dat potje zit elke week een x-aantal aan een bedrag. En elke keer ga ik elke week een bedrijf sponsoren of een evenement sponsoren. Zo'n dingen, die ga ik doen. Hoe kun je nu eigenlijk in aanmerking komen voor dat potje? Want, ja, jullie weten natuurlijk dat potje, daar had ik pas geleden over. Nou, dat kan vanaf dat dadelijk eigenlijk onze gebouw daar in zone 2 natuurlijk klaar is. In Cosmopolitan. En daar kun je eigenlijk in aanraking of in aanmerking komen voor dat potje. En ja, dan moet je gewoon gaan vertellen. Waarom vind jij dat je dat potje hoort te krijgen? Wat voor evenement heb jij georganiseerd waardoor jij dat potje hoort te krijgen? Zo heb ik het allereerste evenement wat ik heb gesponsord. Is daarachter natuurlijk het Cosmo evenement. Daar heb ik 25.000 aan gesponsord. En zo kan het sponsorbedrag toch ook nog tot hoger oplopen. Maar ook af en toe iets minder. Het ligt eraan wat je hebt georganiseerd. En net hoeveel wij in ons potje hebben zitten voor bedragen. We gaan heel even kijken. Is er al een bouwding? Nee, er is helemaal niks binnengekomen. Een beetje jammer, maar dat maakt helemaal niks uit. Maar dit is dus dadelijk waar je eigenlijk toestemming voor een potje kunt gaan aanvragen. Je moet ervoor dus naar zone 2 kunnen. En waarom ik het heb eigenlijk vooral voor zone 2 spelers. Dat is omdat die al net iets langer ervaring hebben met Mytopia. Maar niet getreurd. Jullie moeten er sowieso niet getreurd zijn, want ik ga natuurlijk niet alleen aan zone 2 spelers investeren. Ook aan zone 1 spelers, level 1 als tot met level 3. Als alle levels, die ga ik gewoon proberen te helpen. Daarvoor is ook onze company. Wij heten Gold Company en wij zijn een helpende company. Wij maken totaal geen enkele cent winst eigenlijk op onze bedrijven die we hebben of zelfs wat we bouwen. We draaien eigenlijk zelfs al ons zakgeld wat we krijgen. Dus al het uurgeld bedoel ik daarbij. Die draaien we er eigenlijk doorheen voor jullie eigenlijk. Dus dat betekent eigenlijk dat wij helemaal geen ene zak verdienen. Maar eigenlijk gewoon vooral er zijn om jullie te helpen. En dat gaan we op meerdere dingen doen. Dat gaan we dadelijk met vergaderingen doen. Dat gaan we door te doneren doen. Dat gaan we doen om jullie tips, tricks te geven. Van alles en nog wat dat gebeurt in Cosmopolitan. Daarnaast ben ik heel benieuwd hier in Heratopia of ik hier nog ooit een keer plotje kan krijgen. Ik wil eigenlijk steeds een plotje krijgen van Neighbor, maar ik weet niet of we dat plot ooit gaan krijgen. En natuurlijk, we gaan ook bezig met een nieuw bedrijf. Maar wat dat nieuw bedrijf gaat zijn, ik weet het al. Jullie lekker nog niet. Maar ja, dat horen jullie vanzelf wel een keer wat het gaat worden. In ieder geval, het wordt iets heel vets. Dat kan ik wel gaan zeggen. Is er iemand bij de vuurwerkshop? Nee, is niemand bij de vuurwerkshop, helaas. Ik vind dat wel awesome. Wat ik wel trouwens op dit moment jammer vind is... hi. Wil je iets van me kopen? Nee. Nop, naar de noppes. Ik ga niet zomaar iets kopen. Even kijken, waar gaan we... Waar kunnen we trouwens naartoe gaan? Hallo, Queen. Gold? Ja? Ik hoef nooit ja te typen. Ik buk altijd één keer en dan weet ze wel dat ze tegen mij mogen gaan praten. Ik weet het, ik heb nooit zin om te gaan typen ofzo. Doe jij nog inkopen voor je shop? Ja. Nou, ja. Ja, en nee. Dan moet je naar Cloach gaan. Daar staat personeel. Zo. Even kijken. Nou, weet je wat? Ik moet ooit weer in gaan schrijven naar Sunnyvale, maar daar kan ik nog niet naartoe. Hij stond er echt zo te kijken van, jij kunt naar Sunnyvale. Maar nee hoor, ik kan niet naar Sunnyvale. Oh, hi. Hela, hola. We gaan samen dansen, gezellig. De dub squad, We can do it. Kijk, dit is nu echt dubstaal. Mm-hmm.
Even zwaaien. Oké, okay, nice. Oké, okay, we gaan verder. We gaan even kijken. We gaan weer gewoon terug naar Rolandia. Rolandia. Zo. En zoals jullie natuurlijk weten, heb ik vandaag ook een keuring gedaan. En daarvoor heb ik heel veel troep in mijn inventory zitten. Maar dat maakt niks uit. Wij gaan die troep dadelijk even geven aan mensen. Hallo. Wat denkt u nu? Hij is echt zo. Damn, ik wil ook. Nou hier, kijk je peertjes, meloenen, taart, spies, haring, appels, zalm, koekjes, sandwich, broodje kebab, kip, wortels, kibbeling, tomatensoep, tomatensoep en bacon. Hij heeft echt zoiets van. Lol. Hij houdt ervan. Mooi. What the fuck is dit voor een kleur? What? Midnight Black? Nee, grapje, die gaan we niet verkopen. Dat was niet mijn bedoeling. Midnight Black. Dan moet ik een witte broek onder hebben. Oh. Waar zijn al onze kleren naartoe? We zijn alles kwijt. Nou, dit is echt zo'n vet setje. Oh, op groen staat hij ook wel vet. Dan valt hij echt op, maar... Wat je nu... Oh. Zo. Kijk, nu heb je de avond erbij. Vind ik zelf mooier staan dan SpongeBob. Ik vind die SpongeBob pet echt nergens op staan of zo. Ik weet niet. Ik vind hem gewoon niet mooi. Zo simpel is het. Nou, weet je wat? Ik ga weer lekker verder. Heb ik nog post of zo? Nee, we hebben geen post. En als het goed is, zullen we ook geen donaties meer hebben. Want we hebben vandaag nog in onze donatiebus gekeken. Dan weet je eigenlijk normaal gesproken dat er niks meer in kan zitten. Nou, we gaan eens even kijken wie zijn er allemaal online. Blablabla. Weet je wat ik trouwens even moet gaan halen? Even hamburgers. Die gaan we dit keer in... Ja, welke stad gaan we die halen? Utrechtse, ja, maar dit keer in de andere winkel. Dat is een goed plan. Even kijken. Ja. Oh, hier hebben ze trouwens de nieuwe kleren al, zie je? Tenminste, dat zijn volgens mij de nieuwe. Hebben ze hier die oceaan ook al? Oceaan is namelijk zo beautiful. I love oceaan. Oceaan is echt de mooiste kleur die er is bijgekomen. Hebben ze hier ook nog ergens anders eten of zo? Nee, ja. Nou, weet je wat? Dan wil ik even eten. Een stack hamburgers. Want ik moet vanavond lekker... of vanavond. Ja, eigenlijk als ik deze video opneem, moet ik vanavond nog opnemen. Of vanavond. Nee, dansen moet ik gaan doen. Want er is een evenementje natuurlijk in Cosmopolitan. Voor jullie dus is die gisteren geweest. Is vandaag trouwens nog steeds, als jullie deze video online zien. Is er volgens mij net dat evenement aan de gang, weet ik niet zeker, Cosmopolitan. Ik weet niet hoe laat die begon, kan we daar nog even checken. Nou, wat gaat het kosten, meneer? 3215. 3000 met wat voor, joh. Oh. Voor. Zo. Nou, dan gaan we lekkere stekkie hamburgertjes krijgen. Kijk zo. Dank u. En nog een fijne dag. Zo, doei. Nou, even kijken. Nou, dan kunnen we weer wat lekker verder. Ja, wat gaan we doen? Dat is de question. Weet je wat ik even ga kijken? Ik ben heel benieuwd. Wat is dit eigenlijk geworden? Niet te koop. Dus ook niet vragen. Oh. Wat hebben ze hier dan weer van gemaakt? Hi. Wat is hierboven? Nu wil ik hierboven ook gaan kijken. Oh, dit hebben ze wel leuk gemaakt. Eén persoon tegelijkertijd. Bier, bier. Oh, dit is zo'n club. Die hebben ze hier gemaakt nu. Voor wie is het eigenlijk? / plot info. Super Blaze. Oké. Okay. Goed, en met u.
Zo. Ah, oké. Okay. Mooi, goed om te horen. Zo, die wou even lekker durpen. Even kijken, nou, dan gaan we naar de volgende. Even kijken. Weet je waar we ook al lang niet meer zijn geweest? Ja, maar in Distro zou wel vast zeker iets zijn veranderd. Anders had ik er wel ergens gehoord. Heratopia is er nog steeds hetzelfde. En Cosmopolitan, ja, het is nu mijn stad aan het worden, Cosmopolitan. Het is ook steeds drukker in Cosmopolitan. En ik zie trouwens dat Game King online is. Dus ik ben heel benieuwd. Heeft Game King voor mij... Dit is opgericht door Dennis, Strength en Jeremy. Oké, nice. Dit is ook wel een heel vet band. Nou, ik vind die van mij vetter. Ja, ja. Nee, grapje. Nee, die van mij is gewoon de beast, de bom, de alles. De, voor mij dan, hè. Maar dat komt omdat het ook mijn eigen gebouw is. Als ik niet zo over mijn eigen gebouw dacht, dat is een beetje raar. Nee. Kijk, weet je, dit is een heel leuk gebouw. Maar dit is nog een beetje een ouderwetsere stijl. Die wordt trouwens helemaal geüpdate en gepimpt. En dit is een heel ander stijl gebouw. Het is ook een heel mooi gebouw. Hier zitten volgens mij zelfs appartementen in of zo. Ik weet niet wat het is, maar ik dacht dat het ook met appartementen was. En ja, joh, het ziet er echt heel vet uit. Ik ga jullie even laten rondleiden. Dit is namelijk gewoon open. Ik weet niet of hier ook heel toevallig ergens iets open is. Maar weet je wat ik wel raar vond? Ik mocht geen winkels en... Kijk, hier zo. Kijk, hier zo zie je dat het een appartement is. Maar wat ik dan zo raar vind, is het volgende. Kijk, dan gaan we even naar onder. Hieronder zit een veiling, een winkel, van alles en nog wat. En ik had dat ooit gevraagd van of ik dat ook eventueel zou mogen. Maar ik mocht geen twee bestemmingen op één plot. Want kijk, dit is gewoon een winkel. Tenminste, zo ziet het eruit als een winkel, toch? Nou, ik kan er nu niet naar binnen, maar het lijkt erop dat dit gewoon een winkel is. En hieronder, als je dan kijkt, heb je ook een winkel. Dus ik vond het een beetje raar. Van, men zegt dat je één doeleinde op een plot mag. Maar waarom mogen ze hier dan wel twee doeleindes op een plot? Als je zo gaat kijken. Dus dat is een beetje apart, want daarboven zitten dus appartementen. En hier heb je dan ook nog een veiling van kleding en items. Of is het gewoon pure veiling en geen... Hier. Oh nee, is dit dan een kledingveiling? En dit een andere veiling of zo? Ik zou niet weten hoe het zit. Maar hier moet dus iets van veilingen gebeuren of zo. Ik weet niet. Maar dan zou het misschien wel kunnen dat onder de veilingen er boven appartementen zijn of zo. Ik weet niet hoe het precies in elkaar zit. Ik vond het een beetje... Het is wel een heel vet concept. Heel mooi ziet het er ook uit. Ik ben, zoals je het net ook binnen kon zien... Dat is ook een flink, huge, groot gebouw is het al. Er staat een keigroot luxe op. Ik vind dit ook altijd nog zo'n gebouw, dit F5 gebouw. Dan vraag ik me af en toe af van, wat gebeurt er eigenlijk mee? Want ik vind het altijd zo zonde. Staan hier van deze gebouwen staan eigenlijk een beetje leeg. En er gebeurt heel weinig mee. Heeft deze überhaupt een plot info? Oh, deze is van Duffy, Enduren en Eagle Shooter. Oké, okay. Dan vraag ik me af wat ze hier met het gebouw gaan doen. Hier deze parkeergarage. En dan hebben we daar nog een F5 shop. En we hebben hier echt van alles en nog wat nog in Cosmopolitan zitten. Het politiebureau daarachter. Ik vind dit nog steeds heel leuk, het pleintje. Ik vind het echt mooi aangelegd, het pleintje. En daarnaast, als je kijkt eigenlijk... deze toren ook, joh. Ik weet niet wat het gaat worden. Het ziet er echt huge groot uit. Echt een mega flat. Maar ik ben wel blij dat er in het centrum wat kleinere flatjes zijn. Oh, hier zo heb je het politiebureau. Mijn deurplek. Nee, grapje. Ik kan nu beter niet gaan durpen, want daar word ik opgepakt. Volgens mij... Ja, nee hoor. Ze kunnen wel tegen durpeltjes. Toch? Hopelijk. En dan hier zo is het bouwbedrijf waar ik toen heel lang voor heb gezocht. Maar we hebben het gevonden, het bouwbedrijf. Dat is het allerbelangrijkste. En ik vind dit nog steeds over alles op deze ballon. En die hierop zo. Dus het is een heel vrolijk gebouwtje. En ja, echt nice. En dit is van Fun Factory Cosmo. Oh, ze hebben ook openingstijden. Wat staat hierop? Evenementinfo. Oh ja, dit is dan die over wat er op dit moment gaande was. Ik ga binnenkort ook proberen om samen met hun een evenementje misschien te organiseren. Lijkt me leuk. Ik ga sowieso het volgende evenement weer een leuke investering doen. Want ja, ze verdienen het gewoon. Ze zijn echt awesome. Ze hebben echt superveel werk ook daarin gezet. Het kost sowieso meer geld dan dat ze verdienen. Want ze kregen pas geleden al te horen van... Ja, jullie krijgen hier heel veel geld uit en zo. Maar je moet nagaan, je hebt 3 plots nodig. Je hebt een podium nodig. Je hebt geluid nodig. Je hebt alles nodig. En volgens mij is het ook gewoon net zoals real life dat je het moet huren. Dat weet ik niet zeker. Maar als je het zo bekijkt, zou het uiteindelijk inderdaad... veel meer geld gaan kosten dan dat ze eigenlijk verdienen. Want er zijn dan 20, 30 man.
En ik hoop trouwens dat het vanavond wat drukker wordt. Of vanavond. Eigenlijk dat het zo meteen drukker wordt. Want ja, het klinkt zo graag. Jullie zien deze video morgen pas, maar omdat ik morgen de hele dag weg ben, moet ik deze video dus vandaag al opnemen. Maar ja, maakt allemaal niks uit. Jullie raken lekker een beetje de wacht. Nee, grapje. Maar dat komt wel allemaal goed. Ik even kijken. Bij Fit staat niemand. Ah, ze zijn alweer allemaal weg, hè? Lol. Ik vind het echt wel grappig. Ik kom eraan en ze zijn weg. Of ze zijn er. Ik ben weg en ze zijn weg. Zoiets. Ach ja. Of zijn ze online? Ik zou het niet weten. Of ze misschien zijn ze wel iets aan het doen, joh. Ik maak me elkaar trouwens helemaal niks uit, want ze zijn mijn managers. Maar vind ik wel jammer. Ik wil nog wel iets actiever personeel hier gaan doen. We zijn ook kei streng aan het worden. We zijn echt bezig met ook een grote ontslagronde op dit moment. Dus er staan heel wat mensen op de lijst op dit moment die ontslag kunnen krijgen. Omdat ze gewoon te weinig online zijn. Want ja, het is 3:30. Redelijk normale tijd om eigenlijk op zich toch best wel online te zijn. Maar weet ik niet. Kan misschien aan mij liggen, maar we gaan wel proberen om het nog meer actiever en meer open te hebben dan dat het was. Hopelijk vonden jullie deze video weer leuk en zie ik jullie weer snel terug bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.